Ik ben Jonas van Steenkist en ik ben beeldend kunstenaar en curator en ik geef ook les in kunstonderwijs. En hoe ben ik kunstenaar geworden? Ik denk dat je dat niet wordt, maar dat je dat bent. Ik denk dat ik eerder een maker ben en een nadenker in vorm en beeld en concepten. Maar of dat dan een kunstenaar is of iets anders, dat label zet ik niet op mezelf. We zijn hier in Villa Haverzicht en ik ben hier in het kader van Modernism for the Future. En er was een open call van Leidal waar ik op gereageerd heb. En daarom ben ik hier ook, om werk te maken of te onderzoeken wat modernisme is, welke beeldtaal er aan de hand is, hoe dat we daarop reageren, wat is dat juist, is daar een definitie van of hoe gaan we daar ook mee om nu? Bewaren we dat helemaal of activeren we dat? Dat zijn allemaal interessante vragen die ik in dit project tracht te onderzoeken, samen met Leidal. De meeste huizen, of de huizen waar ik in woon of gewoond heb, zijn langwerpig, dus op één lijn. Hier zijn er andere dynamieken aanwezig. Je vraagt je wel af hoe werkt dat gebouw, hoe zit dat in elkaar? Ik denk in alle gebouwen die in de open call zaten, is het ook de enige die een woning is. Dat vond ik heel spannend, omdat de anderen wel een openbare functie hebben en deze heeft het dan niet. Het is ook een woning die gebouwd is door de architect zelf om er zelf in te gaan wonen. En dat voel je wel, dat er een bepaalde eigen noden geprimeerd hebben om keuzes te maken. En dat vind ik als maker heel interessant, waardoor dat het gebouw niet alleen een gebouw wordt, maar een soort tweede huid van de maker zelf. Het specifieke project hier is al veranderd in mijn hoofd. Normaal gezien in mijn eigen praktijk heb ik volledige controle en hier laat ik mij wel echt leiden door wat ik tegenkom, onderzoek, analyseer qua vormen. En hoe meer dat ik hier ook ben, hoe meer taal van het huis dat ik leer kennen. En is er een shift gebeurd van misschien het nabouwen in maquette naar het echt een vorm zoeken die die beeldtaal belichaamt. Door de bezoeken en te fotograferen en te gaan zoeken naar die beeldtaal, ben ik eigenlijk bij het glasraam die hier aanwezig is, die een soort beeldtaal al heeft van de architect, ben ik wel gaan verder nadenken en was ik echt geïnspireerd om op die weg ook een soort mal of een tekentaal te gaan onderzoeken. Dus dat glasraam was wel een soort sleutel om het volledige huis te ontrafelen of te analyseren. En dat hoop ik dan ook te vertalen in